2-1 en we zijn door de D-categorie. Nummer 3 is geworden. Een groep die eigenlijk uit twee delen bestaat. Die groep die deed namelijk mee 2 fietsen. Ik wil eigenlijk even alle 4 de meiden hier hebben staan. Dat zijn Jente, Julia, Vee en Madelief. En jullie hadden 2 fietsen, maar waar ging het eigenlijk bij jullie om? Enschede staat goed, maar Winterswijk staat je beter. Ja, er was dus ooit een stad die ging reclame maken in Winterswijk. Dat was een beetje apart, laten we dat maar zo noemen. En Jente dacht, ik woon in Winterswijk samen met deze 3 leuke vriendinnen. En Winterswijk, daar moet je trots op zijn. Jente heeft nog even een berichtje gedaan naar de gemeente Enschede. Want wat wilde jij graag hebben van hun? Tassen. Jente, hoeveel tassen kreeg je? 75. 75 stoffen tassen heeft Jente gekregen. Met Enschede staat je goed. En wat deed jij op die stoffen tassen? Een vraagteken zetten. Ja, ze zetten er gewoon een vraagteken achter. Want ja, dat is natuurlijk wel apart. Weten ze dat in Enschede dat je dat gedaan hebt? Nee. Nou, misschien horen ze het nog een keer dan. Er zitten zoveel mensen hier in de zaal. Misschien komt er wel iemand uit Enschede. Nou is het natuurlijk 1 fiets Enschede, andere fiets? Winterswijk. Ja, wie wint er nou? Winterswijk, Enschede. Nou, we gaan het gewoon even verklappen. Jullie blijven staan. Op de 3e plek is geëindigd. Natuurlijk, het kan niet anders. Wie wordt 3e? Enschede. Natuurlijk, Enschede. Nummer 3 voor deze meiden. Enschede staat je goed. €245, dat is de eerste prijs. En gewoon blijven staan. Alsjeblieft. Want dan wordt nummer 2 natuurlijk... Dan wordt nummer 2 gewoon Winterswijk. Ja, want Winterswijk staat je beter, toch? Alle mensen in de zaal. Ja, dat is het, toch? Enschede staat je goed. Maar Winterswijk staat je veel beter. Inderdaad. En daarbij hoort de 2e prijs. Daar komt hij dan. Alweer een prijs. €345. Kun je leuk mee gaan winkelen in Winterswijk, lieve kinderen. Jullie mogen nog even op de bank gaan zitten, want jullie mogen nog wachten. Ja, als dan 3 en 2 geweest zijn, dan is... Ja, familie Zonder, kom er even bij, papa. Ja, ze doen voor het eerst mee. En dan staan ze hier. Dan winnen ze toch de eerste prijs. De familie Zonderen. Moet je kijken, wat een mooie familie. Jij had gelopen, hè? Ja. En jij heet Ruben, of niet? Ja. En weet je, ik was nog eens een keer langs de jury gegaan. En toen zei ik, wat vinden jullie nou zo leuk aan de D-categorie? En toen zeiden ze, nou, dat ga ik echt heel officieel zeggen. De D-categorie maakt bijna net zulke goede wagens als de B en de A. Vroeger had je altijd platte wagentjes, maar dit is echt iets op een stelling. Je ziet een vlinder, een rups. En wat wordt die rups? Een vlinder. Een vlinder. En papa zei al, misschien ontpopt hier wel een hele nieuwe consulbouwersgroep. Wie weet het. Zeg, Hanna en Tamara. Wie is Hanna? Ja, had je meegelopen? Ja. En jij dan? Ik ben Nina en ik heb ook meegelopen. En jij, was jij er ook bij? Oh, niet. Want weet je wat er gisteren was? Deze meneer stond heel stoer, maar 3 meisjes waren ziek. Moet je toch niet aan denken, Martijn? Verschrikkelijk. Dat is echt... Tom, laten we doorgaan. Ze krijgen allemaal dat wat ik in de hand heb. Ja, natuurlijk. Jullie hebben gewonnen de allereerste prijs in de D-categorie. Applaus. Van harte gefeliciteerd. En meer dan 95 punten. Dus daarbij ook nog, Martijn. De ereprijs. De ereprijs. En daar krijg je een bord voor. Die mag morgen op jullie wagen erbij.
eerste en ereprijs als je voor de eerste keer meedoet. Complimenten! Daar gaan we. Martijn, moet je toch eens kijken. Je moet bijna met de boodschappentas naar het Corso of naar de prijsuitreiking komen. Nou, veel plezier ermee. Ja. En dan meisjes, weer terug. Ja, niet zo kletsen. Hallo. Niet zo kletsen. Kom. Kom. Ja. Want waar heeft de hoogst geëindigde fietsrecht op de... Oh, Decathlon. Ja, natuurlijk. Die doen we er gewoon even bij achteraan. Nog even een keer €100 in de pocket. En een echte oorkonde applaus voor de best versierde fiets. Dan gaan we nu over naar een hele belangrijke prijs. Want jullie zien wel, we hebben het hele podium nog vol staan met bekers en met prijzen. We gaan nu over naar, denk ik, een van de belangrijkste prijzen. Dat is de kinderjuryprijs. We hebben een kinderjury voor de D- en voor de E-categorie. Die zijn heel druk geweest om alle wagens te bekijken, te bejureren. En ze willen graag daarover zelf wat vertellen. Ik wil graag de kinderjury even naar voren hebben. En ik zou ook graag eventjes de burgemeester naar voren willen hebben. En onze president. Elk jaar is er weer een nieuwe groep van kinderen die samen het bloemencorso bekijken en daarna overleggen welke wagen er dan een prijs gaat krijgen. Dit is de speciale kinderprijs voor de D-categorie en de C-categorie. Martijn. Ik geef even kort het woord aan de burgemeester en daarna willen de kinderen volgens mij zelf vertellen wie dat de winnaar is in de C- en in de D-categorie. De burgemeester. Goedenavond allemaal. Hebben jullie een leuke avond? Mag ik een heel groot applaus voor de kinderen van de kinderjury. Ontzettend goed wat jullie gedaan hebben. En volgens mij zit iedereen heel erg te wachten op de president. Dan wachten we dat hij hier ook boven is. En dan volgens mij moeten we beginnen aan de uitreiking. Eerst eens even kijken, want jullie hebben allemaal je naam. Hoe heet jij? Jiska. En hoe heet jij? Naira. Iris. En jij? Dieder. En jij heet? Maud. En Maud, vertel eens, waar heb je het meest op gelet vandaag als lid van de jury? Op heel veel dingen. Naast jou staat? Wat is? Teun. En Teun, waar heb jij op gelet vandaag? Mooi uitzag en of er een goede afwerking was. En vond je het leuk om kinderjury lid te zijn? Ja. En naast jou staat, hoe weet jij? Ivana. Vooral de kleur en of het wel goed erbij was. En hoe weet jij? Daniel. En Daniel, waar heb jij op gelet? Hoe het in elkaar zit. En als laatste, hoe weet jij? Jij hebt gelet, Drees? Op de afwerking. Nou, heel goed. Ik denk dat we gewoon verder gaan. Misschien kan Hans Smit niet helemaal het podium bereiken. We kunnen toch gewoon verder gaan, Martijn. Ja, de belangrijkste man is het toch? Daar gaat het toch om. Ja, en de kinderjury, hartstikke goed. Wie van jullie wil graag bekendmaken de winnaar in de D-categorie? Wie gaat dat doen? Weet je wat je moet zeggen? Nou, daar gaan we. Alle D-categorieën opletten. Hier wordt bekendgemaakt. Winnaar van de kinderjury 2018. We geven de kinderjuryprijs in de D-klasse aan het lelijke eentje gemaakt bij eigen wijzerij. Niet alleen... Niet alleen omdat het mooi en kleurrijk is... Maar ook omdat het zelf gemaakt is door de kinderen, wat heel knap is. Applaus, de kinderjuryprijs in de D-categorie voor eigenwijzerij. Oh, hier, kijk eens even hier. Drees, als jij de beker wil geven en dan krijgt, nou ik weet niet met hoeveel ze op het podium. Nou, dan gaan we de medailles ook even bij doen. Hier,
als jullie even een medaille geven, maar medaille. Geef de medaille. Deze hangt ze maar even om. Beide kinderen, daar gaan ze. Ja, eigenwijs Rijk met het lelijke eentje. Eerste geworden. Oh, Jule, dat is echt heel gaaf. Ja. Ben jij fijn? Oh, geweldig. Kijk je toch zo mee. Hans Smit. Hans, welkom dat je er bent. Oh, echt waar. We hadden het... Ja. Nee, helemaal niet. De belangrijkste man is het toch? Helemaal niet. Kom er lekker bij staan. Daar gaat hij dan. Ja. Wie wil bekendmaken de prijs? Ga jij hem bekendmaken? Zeker nog iets. Had ik hem vasthouden? Wil je hem zelf vasthouden? Ja. Nou, dames en heren, daar gaat hij. De kinderjuryprijs voor de C-categorie. We geven de kinderjuryprijs in de C-klasse aan Bloembalkids met ondergronds. De Bloembalkids, wat een topavond. Oh, gewonnen. En waarom, Martijn? Waarom? We vonden dat het origineel ontwerp een hele mooie kleur. De wagen was compleet en mooi afgewerkt. De wagen was mooi en compleet afgewerkt. Een applaus. Alle medailles. Martijn. Die spanning die op het podium. Ja. Ik ben ook een beetje zenuwachtig. Ja. Wie gaat er winnen? Ik was ook zenuwachtig. We hebben nog over 3, 2, 1. En dan weten we wie er gewonnen heeft. Maar eerst lassen we even voor iedereen een pauze in. Nee hoor, grapje, grapje. Echt niet. Nee, het was echt... Nee, we gaan natuurlijk door. Derde, daar gaan we. Hartstikke goed. Weet je wat ze in Winterswijk organiseren? De Vrees God Talent. Moet je dat kunnen zingen? Nee, dat moet je niet kunnen zingen. Dan moet je hartstikke leuke ideeën gaan vertellen over hoe je de prachtigste toiselwagen kan bouwen. De Vrees Kids met plastic soep. Ja, derde! Oh, echt zo knap, hè? Ja. Oh, zo spannend. Jullie doen het ook helemaal zelf, hè? Jullie gaan eerst de wagen bedenken. Er waren 8 ideeën. 3 bleven er over tot het eind. Ja. En toen kwam die er. Nummer 3. De Vrees Kids met plastic soep. En ook zij willen graag dat de wereld mooier wordt, dat die plastic soep niet meer in de zee drijft. Nu gaat het erom. Ga er ook tussen staan. Ja, ga jij er ook tussen staan. Ik kan zeggen, ja, het is heel spannend. Ik kan tegen deze 2 groepen zeggen dat uiteindelijk 1/10 punt het verschil maakte. 1/10 punt. 10 cent eigenlijk. 1/10 zit ertussen. Eigenlijk vind ik wel dat we kunnen zeggen... Er zijn 2 winnaars. Dat er wel 2 topploegen zijn. We hebben een winnaar, maar eigenlijk is het minimaal verschil. Deze jongens, die hebben zo de balen van school. En die dachten, daar kunnen we met Koizel wel wat mee. Die bedachten een wagen, die heette... Tussenuur. Tussenuur. Nog een beetje leuk. Wat doe je in de tussenuur? Ja, naar de Lidl en zo. Ja, lekkere dingen halen. Eten. Eten. Donuts. Donuts. Wat altijd heel leuk is bij deze Koizelgroep, is dat jullie overal spullen vandaan halen. Dat kan dit jaar, waar hebben jullie dit jaar de blikjes bijvoorbeeld vandaan? We hebben bij de snackbar blikjes ingezameld. En zij hebben drinkjes, blikjes leeggedronken vooral. Ja, zo goed doen. Helemaal goed. En deze wagen, die heette Ondergronds. En daar was ook de jury die zei... Weet je wat de jury echt heel gaaf vond? Het gras.
Want de jury zei, de paar vierkante meters groen gras in Winterswijk rijdt gewoon in het corso rond. Al het gras is geel, maar bij de bloemwal hebben ze groen gras. Nou, daar gaan we. Oké, nou ga ik het uitleggen. Ik ga het vertellen, maar even in de goede volgorde dat je snapt wie ik noem. Ik ga beginnen met de tweede prijs. Dat betekent dat degene die ik nu noem tweede is geworden en dat de eerste prijs daarna komt. Duidelijk? Oké, goed. Daar gaan we. Op de tweede prijs, op de tweede plaats, is dit jaar geëindigd in Winterswijk met 1/10 punt verschil. Deze groep Toto Lu. Van harte gefeliciteerd. Jongens, een topprestatie. Echt een topprestatie. En nou is er natuurlijk een hele grote groep zo blij. Maar even speciaal voor deze, want tweede worden van 22, dan ben je bijna eerste, dan ben je gewoon ook kampioen. Deze jongens, applaus. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat jullie volgend jaar weer prettig gestoord zijn. Want dat was je toch, zei je? Ja. Ja, hij zegt je moet toch prettig gestoord zijn om elk jaar weer mee te doen. Nou, ik hou ervan. Van prettig gestoorde mannen. Geweldig. Jongens, en dan, ja, de jury. Wie was blij? Ja, met deze groep kanjes. De Bloemwal Kids. Een topprestatie. Nou, vertel eens even. Hoe ging dat met die grasmat? Ja, gewoon elke dag water geven. Wanneer is dat ingezaaid? Twee weken geleden of zo. En elke dag water geven? Ja, bijna elke dag. Bijna elke dag. Tegen praten? Aaien. Aaien. Goed aaien. Wil je groen gras? Aaien, aaien. De tip van de Bloemwal Kids. Ja, jullie gaan naar huis met de eerste prijs. En dat... Oh, jij wil nog even wat zeggen. Ik wil graag opa Wim en Marieke bedanken voor het bouwen van onze wagen en het helpen. Ja, die opa Wim, dat is echt een topper, hè? Topper. Maar jullie leren het van opa Wim, dus jullie zijn de toppers van opa Wim. Ja, inderdaad. Hier is die dan. De eerste prijs, €650, nemen jullie mee. En dan, als jullie nog heel even willen gaan zitten, want we hebben één extra prijs. Ja? Dit jaar is er een nieuwe prijs in het leven geroepen en dat is de Bink en Bloem. Bink en Bloem, de mascottes van Vereniging Volksfeest. En elk jaar krijgt een wagen of een groep in de C-categorie deze prijs. Deze prijs wordt dit jaar uitgedeeld aan de hoogst geëindigde nieuwe groep. Dus de groep die dit jaar voor het eerst meedeed en het hoogst is geëindigd in de C-categorie. En daarom wil ik nog één keer graag naar voren hebben onze favorieten. Want jullie waren dit jaar de groep die het hoogst eindigt. Zijn jullie er nog? Of zijn jullie al weg? Daar liepen kleine kinderen mee. Dus misschien dachten ze wel, het wordt druk. En we gaan. Martijn, zie jij het nog? Nee, we zien ze niet meer. Jawel, Twan. Jawel. Ja? Kijk eens. Oh, Gigi. Gigi. Drie keer. Moet je even kijken. Hier, kom even staan. Ik vind die ouders, kom ook even mee dan. Jongen, jongen. Die gaan maar in. Die durven dit niet, Gigi. Wij wel, hè. Wij gaan toch zo op het podium staan. Het zal echt niks moeilijk zijn. Hier, daar staan ze. Eerste keer meedoen. Maar dan wel vierde worden in de C-categorie. Hoogst geëindigde groep. Jullie krijgen de Bink en Bloem aanmoedigingsprijs van 2018. Van harte gefeliciteerd. Van leuk te vertellen is dat er ook nog een geldprijs aan verbonden is. En deze prijs van €100.
bedoel, maar volgend jaar weer die grote, toch? Grote zee. En dan fijn dat we jullie dan weer zien. Alvorens dat ik ga beginnen met de publieksprijs, wil ik graag even een bijzondere korsengroep naar voren hebben. Het is namelijk in mijn weten nog nooit voorgekomen dat er een korsengroep is geweest die in alle vijf de categorieën heeft deelgenomen. En wij vinden dat toch wel een redelijk bijzonder gebeurtenis. Dat willen wij niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan. Ik zou graag Kozo & Co. eventjes naar voren willen hebben, alsjeblieft. Peter. Nee, doe maar. Kom maar. Ja. Moe benen van het podium. Peter, ik richt me eventjes tot jou, maar ik richt me eigenlijk tot de Kozo-groep Kozo & Co. We vinden het fantastisch dat jullie dit jaar meedoen in zowel de E, D, C, B en A categorie. Bij mij weten heeft het nog nooit iemand anders gedaan. En dat willen we namelijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij hebben namelijk besloten om een speciale beker in het leven te roepen. De Quintet Deelnamebeker. En die is jullie van harte gegund. Die past mooi in jullie prijzenkast. We hopen dat jullie een mooi plekje krijgen. We weten het enorm te waarderen dat jullie met al die categorieën mee hebben gedaan. Even een groot applaus voor Kozo & Co. voor de deelname. Altijd in voor nieuwe ideeën. Kozo & Co, hier staan ze dan. Peter, bedankt. Kozo & Co, hartstikke bedankt. En wellicht zien we elkaar straks nog terug. Dan gaan we nu over Twan naar de publieksprijs in de B-categorie. En daarvoor wil ik graag even naar voren hebben onze burgemeester, de heer Bengevoort. We hebben lieftallige assistentes. Ja, we hebben hier twee dames. Kom maar even naar voren. Jullie hebben vandaag tijdens het korso meegereden, samen met een heleboel andere meiden, om zoveel mogelijk stemmen uit het publiek te verzamelen, om namens het publiek één prijswinnaar te vinden. Applaus voor deze dames die samen ervoor gezorgd hebben dat die publieksprijs tot stand is gekomen. Burgemeester, welkom dat u bij ons aanwezig bent en dat u ons samen met onze publieksprijs wilt overhandigen. We hebben een lieftallige assistentes. Zij hebben drie enveloppen in de B-categorie met de nummers 3, 2 en 1. En we hebben ook drie bekers hebben hier staan voor de nummers 3, 2 en 1. En ik zou het fantastisch vinden als u de gelukkige winnaar de beker zou willen overhandigen. Ja. Daar gaan we, Isabel, de derde prijs. De envelop voor de derde prijs in de B-categorie. De burgemeester maakt hem open, hij is verzegeld. De notaris heeft dat gedaan. Goed. De nummer 3 publieksprijs in de B-klasse zijn de Dahlia Kanjers met strijdbaar. De Dahlia Kanjers met de wagen strijdbaar. De derde prijs in de publieksjury. De Dahlia Kanjers deden eerder altijd mee in de C-categorie. Dit jaar doen ze voor het eerst mee in de B-categorie. En dan meteen derde worden als derde gekozen worden. Een applaus. Door het publiek. Applaus. Dahlia Kanjers. En we gaan gelijk door met de tweede plaats in de B-categorie. Altijd weer spannend, burgemeester. Heel spannend. De tweede plaats in de B-categorie, de publieksprijs, gaat naar Eigenwies met een duivelse vis. De Korso Club Eigenwies met een duivelse vis, de tweede plaats, de publieksprijs in de B-categorie. Een fantastische prestatie, een mooie vogel, een mooie vis die uitflapte. Hij kwam als een duvel uit het doosje. Ik ben gewend dat Eigenwies van die kant komt. Is dat dit jaar weer? Ja, hoor, ja. Wim, kom maar naar voren. We weten ondertussen waar ze vandaan komen. Eigenwies tweede geworden. Applaus voor Eigenwies. En dan gaan we nu naar een heel spannend moment. Dat is namelijk de winnaar van de publieksprijs in de B-categorie. Ik ben nu net zo zenuwachtig als ik ben. Ik ben hartstikke zenuwachtig. Ik ook. We staan allebei te trillen op de been. Trillen. De winnaar van de publieksprijs in de B-categorie zijn geworden de Jof Mannekes en Jof Wiefkes met Boerenbond.
de Jofmerkers en de Jofwiefkers met Boerenbond. De winnaar van het publieksprijs in de B-categorie met een lage Boerenbond. Fantastisch mooi resultaat. Waar zijn de Jofmerkers en de Jofwiefkers met hun Boerenbondwagen? Een prachtige wagen, tot in de details uitgedacht en tot in de details uitgewerkt. Prachtig mooi, ook gewaardeerd door het publiek tijdens het corso. Het was nog even spannend of ze de wagen wel met de bloemen dicht konden krijgen. Er waren heel weinig witte bloemen, maar het is toch gelukt. En hebben een prachtig mooie wagen op de straat gezet. De Jofmerkers, daar komen ze aan hoor. Het Jofwiefke en het Jofmerken. Van harte gefeliciteerd met de publieksprijs. Applaus, Jofmannekes en Jofwiefkes. Eerste geworden bij de publieksprijs. En dan gaan we over de top 3. Dan gaan we eerst naar de derde plaats van. De derde plaats is een wagen waar ik eigenlijk al ontzettend veel respect voor heb voor die groep. Die groep is ontzettend druk rondom het bloemencorso met het maken van muziek. Maar ze maken ook nog een hartstikke mooie wagen. De jury zei het volgende. Het is een sprankelend idee. Een knappe compositie, prachtige details, een goed gebruik van alternatieve materialen en een fraaie entourage. Meneer Veldkamp. Op de derde plaats de Corso-groep KWOV met Flamingo. Gisteravond speelden ze nog tot laat in de tent. Ze gaven een prachtig concert. Vanochtend vroeg stonden ze alweer bij de start. Super knap gedaan. Mooi, de derde plaats, 90,8 punten. Gisteravond een mooi concert gegeven. En nou deze prestatie, het is fantastisch. Even voor de foto misschien. Een groot applaus voor de KWOV. Ja, nou wordt het spannend. Ja. De nummer 2 en de nummer 1. Ja, er blijven er 2 over. Ik ga de laatste 2 corso-groepen naar voren. En dan zal door middel van de welbekende tombola bekend worden wie dat er gaat winnen. Graag naar voren de Corso-club Eigenwies en de Corso-club Jofmennekes en Jofwiefkes. Ja, het wordt ook gezellig, het wordt spannend. Het is nog niet zover, dames en heren. Laten we even wachten, even wachten. Zou jullie aan die kant willen gaan staan, Jofmennekes? En de Eigenwies nu aan deze kant. De Jofmerkers aan de andere kant is weg. Dames en heren, het wordt hartstikke spannend. De sfeer is jolig op het podium. Ik zou zeggen, laten we naar de schermen gaan kijken wie dat er gewonnen heeft in de B-categorie. Ah, daar komt. Ja, jullie kunnen zelf meekijken op de schermen. Wie van deze 2 groepen zal Corso 2018 gaan winnen? Daar gaan we. Wordt het? De Jofmerkers met hun magenboerenbond. Of wordt het Eigenwies met de duivelse vis? 2 topprestaties. 2 mooie wagens. De winnaar in de B-categorie. Eigenwies. Met een duivelse vis. Ik ga nog eventjes met jullie aan de gang. 94,8 punten, dat is natuurlijk fantastisch. Jullie hebben de publieksprijs. De jury zei het volgende. Het is een nostalgisch ontwerp. Het is zeer herkenbaar. Een mooie speelse compositie. Een fraaie uitvoering van de schenkende theekan. En prachtige details. Jullie hebben natuurlijk ook de publieksprijs. Dat is natuurlijk fantastisch mooi, want daar bouw je de wagen voor. En ik wil je van harte feliciteren. Wil je nog wat zeggen? We hebben dit jaar met onze groep een aantal nieuwelingen erbij. Ik wil dan ook graag alle plakkers en helpers heel, heel, heel hartelijk bedanken. Wij willen natuurlijk ook iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan de wagens. En ik wil je nogmaals van harte feliciteren met de 2e plaats. De applaus voor de Jofmerkers. En dan nu de officiële overhandiging. Mag ik heel even, dames en heren. Ik snap dat het allemaal mooi is. Wim, kom even bij mij.
Wim, ik wil je van harte feliciteren met een behaalde winst in de B-categorie. Dat is een mooie prestatie, het is 96,3 punten. En je weet wat dat betekent, dat is boven 95 punten. Dus je hebt ook nog de ereprijs. Ja, het is een hele administratie, Wim. Kijk eens, ik wil je deze overhandigen. De beker krijg je natuurlijk voor hoogst aantal punten in de beker. Hou hem vast, andersom. Andersom. En tot slot, de cup met de grote oren. De wisselbeker in de B-categorie. Ik geef hem aan jou. Hij is van harte gegund. Hij kan mooi een jaar lang bij jullie in de prijzenkast staan. Misschien weer de motivatie om volgend jaar weer voor de cup te gaan. Geen probleem. Moet een aanhanger mee voor al die bekers. Ja, je mag ze ook laten staan, dat scheelt mij een boel kosten voor volgend jaar. Ik wil een groot applaus voor Jof Mennekes en Jof Wiefkes, de winnaar in de B-categorie. Nee, eigen Wies is de winnaar in de B-categorie. Oh ja, eigen Wies. Geen probleem, maar ik ben helemaal van slag. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Helemaal kijk eens even, voor deze top applaus is er niet meer. Geniet ervan, eigen applaus. Wies. Door, Martijn. Twan, we gaan door. En waarmee gaan we door? We gaan door met de publieksprijs voor de A-categorie. Ik zou graag de lieftallige assistentes weer op het podium willen hebben. Ik vraag ook de burgemeester naar weer naar voren toe voor de onthulling van de A-publieksprijzen. De prijs die Kijkend Winterswijk gaf aan de korzelbouwers in de A-categorie. Wat is de top 3 volgens Winterswijk en volgens alle kijkers die vandaag aan de kant stonden? De burgemeester. Die is speciaal uitgenodigd om dit officiële moment. Ik denk dat hij zenuwachtig is. Ik denk het ook. Ja? Zeer zenuwachtig is. Als hij niet zenuwachtig is, dan ben ik wel zenuwachtig van. Anders deze meiden wel. Die staan hier, die denken, wat doen wij met die prijs? Ja. Ik zie nou echt 15 mensen de vinger opsteken. Mag ik? Ja. Maar ik wacht nog heel eventjes of de burgemeester nog tijd heeft. En zo niet, dan heb ik een waardige plaats vervangen voor hem. Ja, ik denk... Dan... Zou anders de president misschien de honneurs willen waarnemen? Ik denk dat de president eventjes met de burgemeester in contact probeert te komen. Ja. Mocht dat even op zich laten wachten. Hans Smit, zou jij bereid zijn om de burgemeester te vervangen? Ik zou normaal zeggen, zal ik een liedje zingen? Maar ja, nee. Ik ben niet zo best bij stem. Niet, hè? Nee, Jeroen, ik kan niet zo goed zingen als jij. Volgend jaar bij Excelsior, dan gaan we er eens een keer over nadenken. Kan de president het waarnemen? Ja, Hans Smit. Hans? Hierbij nodig we jou uit om Hans, de burgemeester te vervangen. Deze eervolle taak op je te nemen om de publieksprijs uit te reiken in de A-categorie. Je begrijpt dat het niet zomaar is. Het is heel bijzonders. Dat weet je van harte welkom. We gaan beginnen met de derde plaats in de A-categorie. Envelop, dus de binnenin moet je openmaken. Even de notaris heeft al verzegeld. Maak het bekend. Oh, kijk even hier. Oh, kijk eens aan. Nee, stop. Stop. Ja, Joris, van harte welkom. Ja, fijn dat je erbij bent. De keten omgedaan. Ik heb de eer om de envelop open te mogen maken van onze burgemeester. De burgemeester gaat hem voor de derde prijs van de publieksprijs. En ga jij het opnoemen? Zullen we dat spannend houden? Doen we eerst de titel en dan pas de korso. Goed? De titel van de nummer 3 in de publieksprijs in de A-klasse is... Buitenspelen! Ja! De Genieters! Derde prijs publiek. Waar zijn ze? Hier zijn een aantal mensen vooraan heel erg blij. Namens het publiek. Derde geworden. Joris, het was even spannend.
Jij dacht, laten we even spanning erin houden. Twan, heb jij nog een beker? Ik heb altijd een beker. Hier. Kijk. Hier. Kijk, daar komen de mannen van de genieters aan. Ja. Van harte gefeliciteerd. Met de derde prijs. Neem een beker in ontvangst. Van harte gefeliciteerd. Schal, gefeliciteerd, jongen. Een groot applaus voor de genieters, de derde plaats. Ja, dames, willen de dames misschien de tweede plek even aangeven? Heren, concentratie. Ik vind het extra officieel. Concentratie. Toch? Extra officieel. Ja, je bent er ook al, Hans. Assistent van, hè? Je kent je plek, keurig. De tweede plaats, de tweede plek in de publieksprijs in de A-categorie. Een spannend moment, de burgemeester zal het voor het verlossende woord doen. En we gaan weer beginnen met de titel en daarna de naam van de kozengroep. En de titel van de nummer 2 in de publieksprijs in de A-klasse is, en dat is heel lastig uit te spreken, Quadriga! Corso Club Menno! Tweede prijs van het publiek. Waar zijn jullie? Een fantastische mooie prestatie, de tweede plaats. En een mooie wagen. Het publiek heeft het zeer gewaardeerd. Pieter, gefeliciteerd. 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 De overhandiging van de beker van in de prijzenkast. De tweede plaats voor Corso Club Menno. Een applaus. En dan nu een heel belangrijk moment. De assistenten komen weer met de envelop. Voor de winnaar in de publieksprijs in de A-klasse. Een spannend moment. De verzekering wordt eraf gehaald. Burgemeester, geef ons het verlossende woord. Wie is de winnaar? Nou, wij weten het samen al. Het wordt heel spannend. Joris, ga je het vertellen? De winnaar van de publieksprijs in de A-klasse is geworden... Roffel, roffel, roffel. Mijnwerker! Ja! Oh, dat was een club op aan. Van harte gefeliciteerd, Corso Club Menno. Dat zeg ik, dat ben ik weer in de wacht. Ze kende de nodige problemen. Met bloed, zweet en tranen is deze wagen gebouwd. Maar hij is gewaardeerd en hij wordt gewaardeerd. De nodige technische problemen hebben we in de aanloop gehad. Maar het publiek heeft toch jullie wagen enorm gewaardeerd. Een groot applaus voor de bloembal. We gaan door met de prijsuitreiking in de A-categorie voor de Comic Corso 2018. We hebben 6 deelnemers gehad, 6 prachtig mooie wagens. Ja, er kan er maar eentje de winnaar zijn, maar voor mij zijn jullie allemaal de winnaars. Hè? De derde plaats. De derde plaats, daarvan zegt de jury volgende. Een knap staaltje laswerk. Geschoren schedel op de zeepkist is mooi afwijkend wit uitgevoerd. Op de derde plaats, buitenspelen van de genieters. Hier staan echte genietersfans vooraan. Heb je ze door, Martijn? Ja, ja. Ja, de echte fans staan dichtbij. Dat zijn de grootste genieters volgens mij, of niet? Daar komen ze weer aan, hoor. Daar komen ze weer aan. Drie
388,3 punten. Dan zijn we er bij de laatste twee. De laatste twee, dus ik vraag graag naar voren de bloembal. En ik vraag naar voren Meadow. En dan gaan we. Ik stel voor dat jullie hiervoor gaan staan. Zo allebei om zeg maar enige resonantie op het podium te vermijden. Ja, jullie kunnen er allebei wat van. Ben ik aan de vader. Met stalen zenuwen staat Meadow hier. Zijn we compleet? Zeer gespannen staat de bloembal hier. Wie zal de prijs winnen? Voordat wij verder gaan, kan ik één ding zeggen, dat heel veel dingen opvallen als je langs de bouwers gaat. Maar dat het belangrijkste is wat opvalt, dat ze elkaar wat gunnen. Dat afgunst er niet is, maar ze gunnen elkaar het beste corso. Hier staan ze, nummers 2 en 1. We gaan beginnen. We gaan kijken wie de winnaar is geworden van het bloemencorso in de A-categorie. We draaien ons om. We zien op de grote schermen. Gaat er een tombola draaien. En dan komt dadelijk de winnaar naar voren. 2018. We hebben 2 wagens. In de A-categorie. Het is heel spannend. Tjonge, is spannend. Wie gaat het worden? Wordt het Meadow? Zo'n club voor Meadow die al 3 jaar winnaar is. Dan vorm ik de Corso Club Bloembal met de mijnwerken. Over een paar seconden zullen we het weten. Wie is de winnaar 2018? Corso Club Meadow! Dat betekent 4 jaar achter elkaar eerste worden. Op de tweede plaats is geëindigd de bloembal. En de jury die vond van de bloembal het mooiste vieze straaltje van het corso. Prachtige constructie en een technisch hoogstandje. ...90,6 punten van de bloembal. Champions, no time for losers, 'cause we are the champions. We are the champions. Geef de vaste applaus voor de bloembal. En dan ben ik nu graag de winnaars van de Bloemcorso podium. We Corso Club Meadow. To the end. We are the champions. We are the champions, no time for losers, 'cause we are the champions. Dames en heren, een groot applaus voor Corso Club Meadow, de winnaars van de bloemencorso in de A-categorie. 97,5 punten. De jury zei het volgende, ik weet niet of je het nog graag wil horen, maar de jury zei het volgende. Het ontwerp heeft geen bewegende delen, maar is ondanks zeer dynamisch. De wagen wordt gedragen door slechts enkele kleuren, waaronder de grijstinten. Een bijzonder gebruik van cementmortel voor enkele grijstinten. Een mooi verloop met alternatieve materialen versterken het beeld. Spannender dan 50 grinten grijs. De winnaar, Corso Club Meadow. Ik kan tevens ook melden dat jullie natuurlijk opnieuw de wisselbeker zullen ontvangen. Die jullie weer een jaar lang kunnen bewaren. Jullie hebben ook de ereprijs gewonnen, want je hebt meer dan 95 punten gehaald. Applaus! Pieter, ik geef hem aan jou. Een harte feliciteer. Ik geef hem aan jou, Gerard. En dan gaan we nog even natuurlijk de cup met de grote oren van Wisselbeker. Wie neemt hem aan?
Dames en heren, dit was de prijsuitreiking van het Bloemencorso 2018.